de keuze om aan carpooling te doen bij al die Brussels is eigenlijk een vrij logische keuze. We zijn een Brussels bedrijf. Mobiliteit is in Brussel eigenlijk een moeilijk thema. En waarom dat we dan voor carpooling gekozen hebben, is omdat we met veel werknemers zitten die eigenlijk met een vast uurrooster werken. Ook werken met uren die niet gemakkelijk zijn voor het openbaar vervoer te nemen. En die mensen komen ook van redelijk verre afstanden. Daarom is het gemakkelijk om die mensen samen te brengen en eigenlijk samen te laten rijden met hun wagen tot hier. Dus om de mensen te stimuleren om aan carpooling te doen, hebben we allereerst gewerkt aan een reglement op te stellen. Zoals vele bedrijven dat gedaan hebben, waardoor onze medewerkers kunnen profiteren van een fiscaal voordeel. En ik denk dat dat ook een voordeel is die de meeste mensen overtuigt om aan carpooling te doen. En ten tweede, ook omdat onze parkings momenteel heel verzadigd zijn, hebben we gemerkt dat mensen vragen om een betere parkeerplaats te hebben of om dichter bij hun ingang te kunnen parkeren. En daarom hebben we carpoolers ook een voordeel gegeven dat zij kunnen profiteren van gereserveerde carpoolplaatsen. Een paar jaar geleden, toen alles eigenlijk nog vrij nieuw was en eigenlijk nog weinig idee hadden van hoe dat we het carpoolen eigenlijk binnen onze onderneming wilden aanpakken, hebben we eigenlijk een oproep gedaan ook naar Taxistop om ons daarbij te helpen. En ja, ik ben tevreden over die samenwerking, want dat is toch geen gemakkelijk hoofdstuk. Toch zeker de ganse fiscaliteit rond carpooling. En Taxistop heeft daar toch een zekere know-how over gans dat hoofdstuk, hoe dat aangepakt moet worden. Ze hebben ons toen ook geholpen met het reglement op te stellen. Ze zijn ook altijd bereid om te antwoorden op moeilijke vragen. Ze zijn altijd paraat om daarbij te helpen. En ook bijvoorbeeld als we promotiemateriaal nodig hebben of eens hier ter plaatse een infostand in te richten, dan hebben we ook altijd op Taxistop kunnen rekenen. À chacun de vous les avantages, en tout cas pour vous, de covoiturer? Bah, déjà moins de kilomètres pour la voiture. Les entretiens, les kilométrages. Si maintenant il y en a deux ou trois qui ne se réveillent pas et qu'il y en a un qui s'est réveillé, il peut téléphoner aux autres ou bien passer chez eux à la maison, toc toc toc, réveille-toi et on n'arrive pas en retard. Oui, c'est bien au moins quand on arrive, on a des places qui sont réservées au covoiturage. C'est plus agréable, on trouve plus facilement des places pour se garer. Si on est à 5 de la voiture, il y a déjà 5 voitures en moins sur la route. 4 voitures, une essentielle qui est sur la route. La route, elle passe plus vite parce qu'on est à plusieurs, on discute, on s'amuse, on rigole. C'est vraiment le kilométrage en moins pour les véhicules, c'est avoir des amis avec soi. Bon, ben, c'est une autre vie aussi, quoi. T'es pas le petit égoïste qui est derrière ton volant en train de polluer l'air aux autres. Donc on peut introduire dans les contributions, et c'est du type des impôts. Entre 800 et 1000 euros qu'on économise par an. Faites le covoiturage. Ja, ik ben heel tevreden over de samenwerking samen met Audi Brussel.